Ja, er waren dus ook software mensen die zeiden van Rossum, lees eens wat. Verdiep je eens in hoe het programma gemaakt wordt. Ja. Nee, dat gaat Rossum niet doen. Ik wil graag een programma, lieve computerdeskundigen, waar ik niet over hoef te lezen. Als ik ga fietsen, hoef ik toch ook geen artikel over de fiets te lezen. Ja. Het van Rossum, kunt u mij horen? Ja, ik ben op dat veel punt veel neurotischer. Dus, Ik ben dus altijd benieuwd hè, als hij dus aangeeft van u moet tanken. Dan heeft de fabrikant natuurlijk gedacht, ja, die mensen moeten, als ze dat punt hebben bereikt, moeten ze nog een aantal kilometer. Er zit nog 10 liter in. Ja, hè? Precies. Hangt een beetje af hoe zuinig je rijdt, maar reken dat je een kleine 60 kilometer kun je altijd nog rijden. En het is meestal ook wel 100 of zo. Nee, maar als ik bedoel echt op het moment dat staat onmiddellijk tanken nu. Oh, dat doet hij ook? Ja. Oh, dus niet dat gele pompsignaaltje. Nee, dat ben ik dan al voorbij. Okay. Ik ben onmiddellijk tanken. Dan denk ik, ja, er moet toch nog iets in zitten. Bij het gele pompsignaal kun je, nou wat ik al zei, daar kun je nog een heel behoorlijk eind rijden. Ja. Maar het is toch verstandig om even te tanken. Ja, dat is ook zo. Eventjes kijken. Even om in de sfeer te komen. Maarten verdiende een lintje en een substantiële rol bij formaties met ook nog een rolletje voor Terlouw, zegt MDJ, naar aanleiding van het optreden van gisteren. Goed verhaal van Maarten van Rossum. Duiden met geschiedenis in het achterhoofd zouden meer mensen moeten doen. Dat zegt Ingrid Spirit. Ga toch weg, linkse luchtfietserij. Altijd geestig, hè? Ja. Vol met ijzersterke argumentaties. En dit is Jan H. Jantje Melkboer noemt hij zichzelf. Kan die Maarten van Rossum die een keer het zwijgen worden opgelegd op tv? Hij kwaakt door iedereen heen. Ja, ja, dat vond ik omdat ik bleef praten. Hij noemt dat kwaken omdat dat natuurlijk al helemaal pejoratief bedoeld is. Deze boodschap, ook de nogal populistische naam die de betrokkenen voert. Anoniem natuurlijk. Duidt daar al op. Omdat ik vond dat die man in onvoldoende mate duidelijk maakte dat mijn cijfers klopten. Dat hij niet moest zeggen dat het niet klopte. Dat vond ik een beetje flauw, eerlijk gezegd. Dat heb ik ook in het wat latere verhaal, hoop ik, duidelijk gemaakt. Ja. Dat die cijfers in feite over die 15%, we hebben het vaak gehad over de 15%, dat die al 20 jaar oud zijn. Dat is niet iets. Terwijl hij zat alsmaar te suggereren dat de huidige problemen, dat die van nu zijn. Dat het de huidige problemen zijn. Het zijn veel oudere problemen. Het is een structureel probleem. Ja. En dat structureel probleem is, nou goed, dan herhaal ik nog eens een keer wat ik gisteren allemaal gezegd heb. Er werd ook gewezen dat ik hetzelfde zei als Jane Quillen. Ja, dat klopt. Het is een geweldig leuk boekje wat ik iedereen kan aanbevelen. Hè? Groter denken, kleiner doen. Daar wordt helder uitgelegd wat de structurele problemen van de Nederlandse democratie zijn. Beetje deftig taalgebruik, maar ik kan het iedereen aanbevelen. Hey, we zijn gebleven bij de auto en weet je nog precies waar we blijven zijn? We zijn gebleven bij de Volkswagen. Ja, is die voor de oorlog al voor het grote publiek beschikbaar? Helemaal niet, daar komen we over te spreken. Nee, er is een voorserie gebouwd van 1000 exemplaren. Die zijn allemaal geleverd aan partijbonzen en maar dat soort van lui. Dus de echte grote productie die start pas op na de tweede uur. Maar dat komt allemaal aan de beurt. Alles komt aan de beurt. Nu het ontwerp van de Volkswagen. Die tekeningen die Hitler te zien krijgt voorjaar 34. Als je die ziet, zeg je, ja verdomd, dat is de kever. Dat was een beetje gestroomlijnde auto. Dat is het ontwerp. En ja, later is vaak, toen het een gigantisch, je weet, succes heeft vele vaders. He, dus ineens was iedereen geïnteresseerd om te zeggen, ja eigenlijk hebben wij het bedacht. He, ja. Ik zou zeggen, in die zin is het ontwerp is niet gestolen of zo. Dat is echt een volstrekte misvatting. Er bestond op dat moment een vrij brede consensus hoe een autootje, niet waar, wat een echte auto was, want ze wilden geen kleinwagen. Het moest dus niet een soort van, hoe heet die Kanta's van tegenwoordig, dat moest het niet worden. Het moest een echte auto zijn waar 4 personen in een zeker comfort, zich met 100 kilometer per uur over de nog aan te leggen autobanen zou kunnen verplaatsen. Dat was het idee. En als je ziet in die tijd, dan zie je dat diverse ontwerpers eigenlijk allemaal tot ongeveer hetzelfde idee waren gekomen. Namelijk een luchtgekoelde motor achterin. Ja, waarom luchtgekoeld? Want dat
luchtgekoelde motors zijn vrij luidruchtig. Dan moet je moeilijk stil te krijgen. Omdat natuurlijk een luchtgekoelde motor een heel systeem mist. Namelijk het koeling met water. Dus je moet zorgen dat je rijdt in een rijwind. Er zit natuurlijk een ventilatortje op, dat wel. Maar, en dan zitten wat koelribben op die motor. Maar dat, je mist de radiator en zo. Het was moeilijk om een systeem te bouwen waarbij die radiator niet lekte. En al die slangetjes die je daarvoor nodig hebt, die waren ook allemaal niet nodig. Tegenwoordig wordt het natuurlijk luchtkoeling vrijwel helemaal niet meer gebruikt. Misschien die lullige scootertjes, die hebben geloof ik nog wel een luchtkoeling. Maar bijvoorbeeld een beetje serieuze motorfiets heeft tegenwoordig gewoon een waterkoeling. Als je even kijkt, zie je dat daar een radiator in zit, een radiatortje eigenlijk. Nou goed, dus zaden we daarvoor. Dan was het idee pendelassen achter. En dat allemaal op een soort van plaatscircuit. Al die ideeën zie je dat bij diverse ontwerpers aanwezig zijn. Als je nou iemand eigenlijk zou moeten aanwijzen die een enorme invloed heeft gehad op dat latere ontwerp, dan is het meneer Letwinka, de hoofdontwerper van de Tatra-fabrieken. Hitler was namelijk bevriend met Letwinka en had vrij regelmatig met Letwinka gepraat over hoe moet een auto eruit zien. En Hitler had er alle mogelijke ideeën over hoe dat eventueel heeft Hitler nooit zelf een rijbewijs gehaald. Hij werd altijd getransporteerd, maar had een grote belangstelling voor auto's. Dus je zou Letwinka kunnen, die heeft ook, als je die types ziet die Letwinka ontwerpt in de late jaren 20 en de vroege jaren 30, zeg je, hé. Porsche zelf had al gewerkt aan een ontwerp voor een lichte, maar toch serieuze auto voor Zündapp. Weliswaar stelde Zündapp vreemde eisen, maar goed, daar had hij ook aan gewerkt. Die meneer Barenji, die ik al genoemd heb, een Hongaarse naam, geloof ik dat het een Hongaar was, die had voor als eindexamenonderwerp ooit een ontwerp gemaakt. Hij studeerde autotechnologie. Had een eindexamenontwerp gemaakt waar je ook zegt van, nou ja, dat is wel zo'n beetje wat de Volkswagen is geworden. En dan was het die arme meneer Gans natuurlijk, die achteraf eigenlijk door iedereen is, vanwege het tragische, niet waar, raamwerk waarin dit zich bevindt, is uitgeroepen tot de ontwerper. Nee, je kunt veel beter zeggen, er bestond in die tijd een zekere technische consensus over hoe zo'n auto eruit zou moeten zien. Er waren diverse ontwerpen al die ongeveer uitgingen van dezelfde ontwerpprincipes. Die gek genoeg natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog nog wel even een rol hebben gespeeld. Want ook de Fransen hebben de Renault 4, de eerste Renault 4 had de motor achterin. Ontzettend een klote autootje wat mijn moeder kocht, de Renault Dauphine had ook de motor achterin. Tot we begonnen te begrijpen dat dat enorm onhandig was om die motor achterin te hebben in allerlei opzichten. En toen komen we ook nog over te spreken, niet waar, is in 1959 een massaproduct op de markt verschenen met de motor voorin. Want het probleem met de motor voorin is natuurlijk dat hij een hoop ruimte in beslag neemt. Dus wat doe je? Je zet hem dwars. De Mini. De eerste massaproduct met een dwarsgeplaatste motor. En dat werkt dan al moest dat ontwerp daarvan. Bleek niet een ideale constructie te zijn, zoals de Mini, kan nog een stukje beter. Dat is tenslotte ook gebeurd. Alle normale auto's tegenwoordig hebben de motor voorin. Ook de Audi heeft zijn motor voorin, maar die heeft altijd een beetje vastgehouden, volgens mij ook aan deze nog, met een motor die relatief ver uitsteekt voor de voorhuis. Ja, heb je, klopt. Dus ja, eigenlijk is de hele autotechnologie na de Tweede Wereldoorlog precies geswitcht. Alles wat achter was, is voor geworden. En toen hebben we natuurlijk ook dat geweldige idee gekregen van zo'n opklapbare deur aan de achterkant. Hartstikke handig natuurlijk. Nou, we komen nog te spreken over de Deux-Chevaux. Die eigenlijk zo'n beetje uit de tijd stamt van de Volkswagen. Dan heb je nog een luchtgekoeld motortje natuurlijk, maar ja, dat zit al voorin in feite. Ja. Anyway, Hitler... Oh nee, ik mag dat niet meer zeggen van mijn zuster. Anyway, trouwens... het ontwerp wordt goedgekeurd en ze beginnen aan voorseries. Om eens te kijken of het wat wordt. Die voorseries worden ook gebouwd. Er zijn maar weinig auto's die zo omvangrijk op de proef zijn gesteld, die zoveel miljoenen proefkilometers hebben gedraaid als de Kever. Dat is echt indrukwekkend.
zonder meer indrukwekkend. Dus het heeft jaren geduurd voordat het klaar was. Toen ging een grote rol spelen. Hoe financieren we dit in godsnaam? Want ja, het autootje moet gebouwd worden. En dat moet, het idee was natuurlijk om honderdduizenden van die dingen per jaar te produceren. Dus er moest een soort reuzenfabriek gebouwd worden. En dat is denk je natuurlijk, ja, elk verstandig mens denkt, waarom is deze opdracht gegund aan een relatief klein ontwerpbureau van die Ferdinand Porsche? He, die bovendien geloof ik, was die ook een Oostenrijker, daar wil ik even van afstaan. Ze hebben wel samen in Wenen gezeten. Nou, kijk. Hitler, en, Hitler was daar met zijn kunstschilderij en hij deed daar, een, volgens mij was carrière aan het maken. Ze zullen elkaar wel niet gekend hebben in die tijd. Ze zaten wel in ieder geval in diezelfde periode in Wenen, ik weet niet precies hetzelfde jaar. Ja. Ik heb ook in dezelfde tijd in Utrecht gewoond als twee Nobelprijswinnaars. Alleen ken ik ze niet. Nee. Dus zo, dus moet je een beetje mee uitkijken met dat soort van idee. Ja, dat moest geld komen. En nogmaals, je zegt natuurlijk voor de hand liggend om te zeggen, waarom hebben ze die opdracht niet aan Mercedes-Benz gegeven? Die hadden een productiepark en hadden er verstand van. Omdat de grote Duitse autofabrikanten die nog niet failliet waren, want al die auto-union-lui die waren al failliet gegaan, die hadden helemaal geen zin om die kever te bouwen, want die moest dus voor 1000 Rijksmark geleverd worden. En die waren niet gek, die konden heel makkelijk rekenen en berekenen en die hebben daar verstand van. Ja, want die kunnen uitrekenen wat een auto per kilo kost. Nou, het was al duidelijk, je kon dat ding niet voor de prijs maken waarvoor Hitler dat ding aan de Duitse bevolking wilde leveren. Dus ze waren helemaal niet geïnteresseerd in die opdracht. Ze dachten, dat gaat ons scheppen met geld kosten. Dat betekent eigenlijk dat de nazi-partij, in casu Adolf Hitler, die de drijvende kracht was achter dit hele project voortdurend, dat die Adolf Hitler zei, gaan wij het zelf doen, gaan wij het zelf financieren. Subsidie. En de partij beschikte eigenlijk over een enorme scherp geld, want dat waren de stakingskassen van de oude vakbonden die eigenlijk genationaliseerd waren. En zodoende werd de Deutsche Arbeitsfront, DAF heet dat. Ja, DAF komt een beetje ongelukkig uit, maar dat is niet onze DAF, zal ik maar zeggen. Dat is Van Doornes Automobielfabrieken, zoals bekend. Maar goed, de Deutsche Arbeitsfront, dat is de overkoepelende organisatie. En die hadden weer een onderorganisatie, die heette Kraft durch Freude. Dat wil zeggen, die zorgde voor leuke dingetjes. Die hadden ook voor die Volksradio gezorgd en vakanties, tripjes voor Duitsers enzovoort. Kraft durch Freude. En aanvankelijk heette de kever ook helemaal geen kever, dat is allemaal van veel later. De kever heette de KDF-wagen, de Kraft durch Freude-wagen. En met die enorme scherp geld hebben ze een gigantische fabriek gebouwd op een plek die heet Fallersleben. Dat heet nu geen Fallersleben meer. Wolfsburg. Dat heet nu Wolfsburg, ja. Precies. Waarom heette dat toen anders? Nou, dat weet ik ook niet precies. De naam Wolfsburg, die komt niet van de Duitsers zelf. Dat hebben de Engelsen verzonnen. Die hebben die plek na de oorlog Wolfsburg genoemd. Fallersleben lag aan het Mittellandkanaal. Vaak is gezegd wel een onmogelijke plek om een grote autofabriek te bouwen. Je kunt bij de München doen of weet ik het, een of andere Berlijn, een grote industriestad. Het idee was dat die dan makkelijker nationaal gedistribueerd kon worden. Wat natuurlijk niemand aan zag komen toen die fabriek gebouwd werd, een gigantisch ding wat ze vrij snel gebouwd hebben, is dat het praktisch op de zonnegrens ligt. Dus dat als het echt 5 kilometer verderop hadden gedaan, dan was die in de Russische zone terechtgekomen. En nou ja, je weet alles wat in Russische handen kwam, is verwoest, kapot gegaan, leeggestolen. Maar dat is puur toeval, toch? Dat was eigenlijk puur toeval, ja. Allemaal puur toeval. Fallersleben. Dus dat met die stakingskassen hebben ze die fabriek gebouwd en een heel dorp erbij waar de arbeiders zouden moeten wonen. En Porsche was dus in Amerika gaan kijken hoe het moest. Die hele fabriek stond vol met de allernieuwste Amerikaanse productiemachines. Het kwam allemaal uit Amerika. Zozeer dat Porsche erbij was aan hangen dat hij in Duitsland geen personeel zou kunnen krijgen die hypermoderne machinerie behoorlijk op gang zou kunnen houden. Dus de Duitsers hebben ook voor oorspronkelijk Duitse immigranten in Amerika geworven om in Fallersleben die fabriek draaiende te houden. Dat had ik misschien ook moeten vertellen, dat Stalin heeft ooit bij Ford een gigantische tractorfabriek gekocht.
Hey, complete tractorfabriek. Alles trouw van dran. Alles. Ja, tot de laatste steen een tractorfabriek. Maar toen, daar was al een gigantisch probleem dat er geen personeel was om een moderne fabriek te draaien. Het is ook wel een enigszins dramatisch verhaal misschien, dat het een beetje, dat die Russen daar sigaretjes stonden te roken bij de machines, maar bij God niet wisten hoe ze de zaak aan de gang moesten krijgen. Dus je had ook personeel nodig, wat laten we zeggen, qua assemblagekennis en techniek, dus 30 jaar voorliep op wat er in Europa in het aanbod was. Nou, dat kwam dus ook. Dus de Vallersleben heeft gedeeltelijk gedraaid met Duitsers die al naar Amerika waren geëmigreerd, maar weer terug zijn geëmigreerd. Het idee was om, ik geloof in 1939, de serieproductie aan te vangen. Ook op de autotentoonstelling van 1939, die waren altijd in het voorjaar, is dat ding ook nog gepresenteerd. Voor een prijs, ik geloof iets onder de 1000 Rijksmark. Kon die ook daarvoor daadwerkelijk gebouwd worden? Nee. Hadden mensen, 1000 Rijksmark was een gigantisch bedrag. Dus om voor de burgers mogelijk te maken dat je zo'n ding kon kopen, was er een spaarplan. Kon je elke maand kon je een bedragje inleggen. Zegeltjes. Ja, maar ik weet niet of het ook met zegels was, maar het zou best kunnen. En dat spaarplan was zo, als je de helft van de prijs, van de nieuwprijs, bij elkaar gespaard had, dan kon je er een bestellen. Kon je er een krijgen. Je begrijpt, ergens in 42 waren er al, weet ik het, enkele honderdduizenden mensen die het spaarplan vol hadden. Maar ja, dat geen nood van, ondertussen was de oorlog begonnen. Dus vanaf, de oorlog begint natuurlijk opeens september 39 en dan wordt die hele productie van die fabriek overgeschakeld op het Duitse typje. De zogenaamde Kübelwagen, daar komen we volgende week over te spreken. Maar er is een voorserie gebouwd waar jij naar vroeg. Die is geleverd aan partijbonzen. Dus in feite is er van de Volkswagen als Volkswagen in Hitler's eigen tijd niets terechtgekomen. Nee. Is het wel zo dat Hitler toen hij met Porsche die ontwerp het maken was, heeft hij toen al iets geïnsinueerd? Het moet ook wel voor de militaire operatie geschikt zijn? Jazeker, want hij heeft eigenlijk al in een heel vroeg stadium, heeft Hitler gezegd, zouden we dat ding niet vierwielaandrijving kunnen geven? Want dan kunnen we de basistechniek heel simpel gebruiken om een jeep te bouwen. Maar ik wil het verhaal over de jeep eigenlijk, want ik ga een verhaal vertellen, en over de Kübelwagen, de VW-jeep. Want dat bleek niet zo simpel. Het is niet zo dat je een VW van zijn carrosserie kunt ontdoen en dat je dan ook meteen een prima jeep hebt. Zo werkte het niet. Dat zullen we nog blijken. Maar ik wil ook iets zeggen over de Amerikaanse jeep. Want gek genoeg, in die reuze fabriek in Vallersleben hebben ze in de ganse oorlog ongeveer 40.000 van die Kübelwagens gebouwd. Terwijl je denkt, dit is een fabriek die in principe honderdduizenden van die kevers had moeten maken. Die fabriek in Vallersleben die is typisch voor de hele Duitse oorlogsproductie. Die is helemaal niet efficiënt gebruikt. Die had veel efficiënter gebruikt kunnen worden. Nou ja, dan komt de oorlog, Duitsland verliest en daar staat die fabriek, de grootste, modernste autofabriek van Europa. Wat nu? Op dat moment, zeg maar begin september van het jaar 39, begint de Tweede Wereldoorlog. En dan switcht de fabriek in Halle, Vallersleben. Die switcht naar de productie van Duitse jeeps, de zogenaamde Kübelwagen. Wat zoveel betekent als het auto met een kuip zitje, zoiets. Zo moet je dat ongeveer lezen. De Kübelwagen, een fameuze jeep. En natuurlijk altijd vergeleken met de Amerikaanse jeep. Qua productieaantallen natuurlijk kon hij niet in de schaduw staan van de Amerikaanse jeep. De Kübelwagen, daarvan zijn er goed 40.000 gemaakt bij mijn weten. En tegenwoordig doen ze, als ze een beetje in orde zijn, fraaie prijzen. Echt tip top. Ik denk dat je wel misschien voor een hele goede Kübelwagen wel 100.000 euro moet neerleggen tegenwoordig. Misschien dat ik iets te hoog zit, maar goed, dat kunnen misschien de luisteraars kunnen mij hier op dit punt corrigeren. Je hebt altijd mensen die hier enorm veel verstand van hebben. Ja, van Amerikaanse jeeps zijn er 600.000 gebouwd. Dat maakt natuurlijk wel een verschil. De vraag is ook altijd, wat is de beste jeep? Laat ik het zo formuleren, de intelligentste jeep is de Duitse jeep. Anders kan ik het niet formuleren. Het verschil is denk ik tussen de Amerikaanse jeep en de Duitse jeep.
Dat is eigenlijk het verschil tussen een Chevrolet Corvette met een 8-cilinder motor en een Porsche Carrera met een 6-cilinder turbomotor. Die rijden ongeveer even hard allebei als je met je best doet. En de een is een subtiel apparaat met van top engineering. En die Corvette is toch een typisch Amerikaanse auto. Als het simpel kan, dan moet je het niet moeilijk doen. Dat is het eigenlijk. Want die Kubelwagen was gek genoeg een Jeep zonder vierwielaandrijving, wat al betrekkelijk uniek was. Maar wel met een sperdifferentieel en met een hele vlakke bodem. En die vlakke bodem bleek eigenlijk bij modder en sneeuw en dat soort dingen als een soort slitje te functioneren. Dus die Kubelwagen die bleek heel effectief in het ruwe terrein, om het zo maar te zeggen. Motorvermogen was zeer aanzienlijk minder dan die Jeep. De Jeep had een vrij krachtige motor. Maar de Jeep was veel zwaarder dan de Kubelwagen. De Kubelwagen een kilo of 600 was. En de Jeep was eigenlijk zo ongeveer een ton, 1000 kilo. Kun je ook wel zien als je dat ding ziet. Dan zie je direct wel dat het verschil is tussen het een en het ander. Want het doel eigenlijk van het ontwerp van de Jeep, van de Amerikaanse Jeep, was dat die veel lichter zou worden. Maar zo is het niet uitgekomen. Ook wel interessant als je de geschiedenis van de Amerikaanse Jeep leest, dat het basisontwerp door meneer Probst, dat is in 2 dagen gemaakt. Toen hebben ze een aantal fabrikanten gevraagd wie wil dat ding bouwen. Er moest natuurlijk nog een heleboel gebeuren om van een ontwerp naar een auto te komen. Daar waren maar 2 inschrijvers. De ene was de Bantamfabriek, Bentham, neem ik aan. Ik heb er altijd aardigheid in om Engelse namen gewoon op zijn Nederlands uit te spreken. Ik zeg altijd Microsoft en niet Microsoft. Ik ga een beetje aanstellerig. Ik zeg toch ook Parijs en niet Paris. Ik ben gisteren nog in Paris geweest. Nee, dat doen we niet. Je zegt ook Moskou, niet Moskwa. Nee, maar zeg je wel Apple? Ik zeg wel Apple, geloof ik. Nou ja, Apple, dat is nu iets zegt. Ga ik daar ook op over. Apple. Het is gewoon Apple. Heel leuk merk, Apple. Dus die 2 fabrieken hadden ingeschreven. Het Bantam ontwerp was eigenlijk het betere ontwerp. Dat was wel duidelijk. Het Willys motortje, Willys was de andere inschrijver. Dat was eigenlijk beter dan de Bantam. Dus je zou tenslotte de Jeep die eruit gerold is, een soort combi van Bantam en van Willys. En ja, toen de Ford-fabrieken begrepen dat dit ding in hele grote series gebouwd zou kunnen gaan worden, waren ze ook wel geïnteresseerd. En zo hebben ze eigenlijk met z'n drieën toch het Bantam-ontwerp gebouwd met de motor van de Willys erin. En nou ja, dat is het unieke natuurlijk van de Amerikaanse Jeep, dat er zoveel gebouwd zijn. Ook voor de verschillende bondgenoten, die hebben ook allemaal tienduizenden van die dingen gekregen. Het Amerikaanse leger was het eerste leger ooit ter wereld in de wereldgeschiedenis zonder paarden. Als je ziet de Duitse Weermacht, die panzerdivisies, dat was allemaal je van het en hypermodern misschien. Al waren die vroege Duitse tanks al vrij snel verouderd. Maar een heleboel rommel werd gewoon door paardentractie verzorgd. Het paard is de anonieme held van de Tweede Wereldoorlog, trouwens ook van de Eerste. Ik meen zelfs dat de Engelsen een monument hebben voor het anonieme paard. Dat is toch ook zo'n soort van musical waar een paard een rol in speelt. Nou ja. Dat moet weer van Albert Vlinder vragen. Ah, ja, zeker. Dat is, als er iemand iets van paarden weet, dan is het Albert Vlinder wel. En minder musicals bedoel ik vooral. Oh, van musicals, ja, oké. Okay. Dus ja, het paard. Dit was een leger zonder paarden. Wat natuurlijk toch in allerlei opzichten handig uitkwam. Dat kon ook omdat heel veel Amerikanen natuurlijk, ook als ze van het platteland kwamen, wel iets begrepen van eenvoudige mechanieken. Denk aan onze T-Fort die we behandeld hebben. Niet waar het land al vol mee was natuurlijk. Dus iedereen kon met mechanische apparatuur omgaan. Want wij denken dat het de normaalste zaak van de wereld is als je een auto ziet staan, dat je zo'n beetje weet hoe het zit allemaal en er een startknop is of een startsleuteltje. Nou, je rijdt er een weg. Hè? Maar ja, dat was natuurlijk voor grote delen van de Europese bevolking. Die hadden misschien wel eens een auto gezien, maar er nooit in gereden. Dus er was ook geen mechanische ervaring. Maar die was er in het Amerikaanse leger wel. Het eerste leger ooit zonder paarden. Wat natuurlijk voor de paarden zelf ook. Ik ben ervan overtuigd dat die een bedankbrief hebben geschreven aan de productie, de producenten van de Jeep. Dan is het natuurlijk de beroemde vraag, waar komt de naam vandaan? Waarom heet het Jeep? Is dat eigenlijk GP, General Purpose Vehicle?
Dat blijkt niet zo te zijn. Die naam Jeep die blijkt eigenlijk al in de vroegste geschiedenis van de ontstaansgeschiedenis van die Jeep tevoorschijn te komen. En Jeep, dat was een enigszins eigenaardige kennis van Popeye the Sailor Man. Jeep was iemand die kon alles oplossen. Hij was een man die heel vlot was in allerlei kleinigheden oplossen. Dat, althans, dat vermeldt het officiële verhaal. Dus dat is de Jeep. Ja, we weten allemaal hoe de Jeep eruit ziet. Het leuke van de Jeep en van de kubelwagen is dat ook de buitenkant, om het maar even zo, de carrosserie, voor zover je daarvan spreken wil, van een volstrekt utilitair karakter was. En later natuurlijk enorme invloed heeft gehad op de ontwikkeling van de moderne automobiel. Dat kwam natuurlijk omdat van de Jeep ook allerlei soort van personenversies zijn gebouwd. De Willys heeft een... Eigenlijk is Willys via de Jeep de uitvinder van het Sports Utility Vehicle, om het maar even zo te noemen. Niet dat ik daar vormtechnisch erg gelukkig mee ben, maar ik zal maar zeggen, je kunt nog steeds een Jeep kopen als je dat wil. En die ziet er aan de voorkant nog steeds met die 7 gaten, of het is het 5 of 7 gaten, die ziet er nog steeds hetzelfde uit. Ik moet zeggen dat ik niet zo, een paar jaar geleden weer toch probeerde in een Jeep te gaan zitten. Maar ik kwam er al vrij snel achter dat het stoeltje van de Jeep is niet beweegbaar. Dat zit vast, er zit een soort metalen richel achter. En ik kon met mijn buik niet tussen een stoel en het stuur komen, eerlijk gezegd. Je paste er niet in? Ik paste er niet in, dus ik heb het opgegeven. Wat een bijzondere keuze van Jeep om dat zo te doen. Nou ja, die dingen werden allemaal bestuurd door jongelui. En bovendien totaal onverantwoordelijk. Als je nu kijkt naar het scootervolkje en hoe die rijden, hè, suicidaal, dat is ook, kijk, ik meen in Korea zijn, moet ik even, ik doe de getallen een beetje uit het hoofd, maar ik kom in de buurt, ik geloof 52.000, 45.000 Amerikanen gesneuveld. En daar een derde daarvan bij ongelukken. Hè, of dat nou, heb je nooit ook zelfs in films, doe is dat leuk? Nou, zat nog naar Patton te kijken. We hadden Patton opgestuurd gekregen op DVD'tje. Heel leuk was het allemaal. Ik heb tot halverwege gekeken, want toen liep die vast. De DVD liep vast? Ja, de DVD liep vast. Dit is wel hele boeiende muziek die hij produceert. Ja, sorry, dat is mijn ringtoon. Oh. Omara Nahar belt mij. Ik stuur haar, kan ik je later bellen? Zo. Dat kan altijd, per slot van rekening. Waar waren we gebleven? Mensen hebben jouw Patton opgestuurd omdat we het daarover hadden. En, ja. Grappig. Heb je trouwens nog koekjes van dat restaurant hier? Die hebben ze toch ook een keer naar je opgestuurd? Ja, zeker. Die heb ik allemaal opgegeten natuurlijk. Dus ze zijn nu op, dus er moet weer een nieuwe lading komen. Nee, maar hele lekkere koekjes. Dat heet ook de koekfabriek, als ik me niet verschrikkelijk vergis. Ja, oké. Okay. Ja, maar het zijn hele kleine koekjes, wat het grote voordeel heeft. Dat je er dus van 6 kunt eten, zodat je steeds niet waar de psychische illusie van een nieuw koekje hebt. Maar ze zijn nu op. Ik eet ook veel liever kleine stroopwafeltjes dan één zo'n grote. Ja, dat is waar. Dan begin je steeds denk je, hé, nog een stroopwafeltje. Ik heb ook wel eens gedacht, hoeveel kleine stroopwafeltjes gaan er eigenlijk in een grote stroopwafel, heb ik me wel eens afgevraagd. Ik schat toch wel een stuk of 5, 6, denk je niet? Ja. Moet je denken, dus dan kun je 5 keer, kun je denken, lekker nog een nieuwe eruit uit het pak. Ja. Ja, en dat was de kubelwagen. Ja, volkomen utilitaire ontwerpen die vaak enorm succesvol zijn. Hè? Niemand heeft gedacht, hoe zullen we het nou eens even stilistisch, niet waar, volgens de laatste mode aankleden? Nee, ze hebben gewoon gezegd van, we kleden de zaak met blik en het moet niet te duur wezen. En het moet ook een beetje solide zijn. Klaar is Kees. Wat kostte die? De Jeep werd, de kubelwagen, daar weet ik het wel van. Die was aanzienlijk duurder dan de VW, dan de Kever. Ik geloof zelfs 2 keer zo duur. Maar volgens de Weermacht, het inkoopbureau van de Weermacht, was het een koopje. Ja, daar zit wel wat in, denk ik. Want de kubelwagen, het was niets. De kubelwagen moest, die reed op een versterkt platform. Omdat die natuurlijk geen dak heeft, was de sterkte, de kracht van de carrosserie minder. En moest die floorpan, hoe heet dat, ik weet niet hoe je dat in het Nederlands noemt eigenlijk, die moest versterkt worden. Dus daar was wel wat extra inspanning voor nodig. Nog wel lollig is dat de firma die zowel geadviseerd heeft over de,
de kubelwagen als over de Jeep. De BUDD, B-U-D-D, is een Amerikaanse firma die ook een bureau in Berlijn had. Dus die heeft eigenlijk beide partijen geïnformeerd over. BUDD was eigenlijk dus een soort van plaatwerk engineering firma. Dus als je wilde weten hoe dik het moest zijn en hoe sterk en waar en zo, dan moest je BUDD bellen. Hmm. Vond ik ook wel interessant eigenlijk. Hè. Zelfs toen al had je, zeg maar, wereldwijde engineering firma's die ze gespecialiseerd hadden. Nou, dan zijn we de hele boel met de Jeep hebben en zo gehad. Het wonder is natuurlijk dat deze megafabriek in Vallersleben, grootste autofabriek, modernste autofabriek van Europa, dat die slechts 40.000 van die kubelwagens heeft afgeleverd. Ondertussen zijn we in 1945 gearriveerd. En Vallersleben was wel gebombardeerd, maar eigenlijk vrij gebrekkig. Feitelijk was het zo dat van de moderne Amerikaanse machines die Ferdinand Porsche gekocht had, 93% nog in working order was. Dat is allemaal Engels, hè? Die nog goed functioneerde. En de grote vraag was eigenlijk in 1945 en ook al van het jaar daarna, wat moeten we met die fabriek? Hè? Ja, officieel volgens de politiek van de geallieerden was dit een fabriek die militair materieel had geleverd en die dus eigenlijk ontmanteld had moeten worden. Maar dat is nooit gebeurd, want in augustus 1945 arriveerde in Vallersleben, wat de Engelsen geloof ik ondertussen al Wolfsburg waren gaan noemen. Ik weet niet precies waarom, ik geloof dat er een kasteel in de buurt ligt wat zo heet. En zekere meneer Hurst gearriveerd. Ivan Hurst, Ivan Hirst, H-I-R-S-T. Een Engelse legerofficier. Civiele, weliswaar civiel, maar hij werkte namens het Engelse leger. Hij had ook wel enig verstand van auto's. Had wel een kubelwagen gezien. Hij had gezien terecht dat dat ding verdomd intelligent in elkaar stak. Overigens ook een ontwerp van Ferdinand Porsche. Dus hij zag er wel wat in. Dus ja, eigenlijk heeft Hurst gezegd, nou ja, we hebben hier die gigantische fabriek, weet je wat, we gaan auto's bouwen. En dat heeft hij gedaan. Het probleem waren de grondstoffen natuurlijk, want ja, Duitsland lag volledig op zijn reet, het was een gigantisch probleem. Ze hebben dus het eerste jaar in 1945 hebben ze er nog geen 2000 gebouwd, kevers. Maar het jaar daarna al een vrij aanzienlijk aantal, in de orde van 19.000 of zo. En nog sterker, er was een enorm gebrek aan functionerend rollend materieel in dat verwoeste Duitsland in 1945. En dat gold ook voor de bezetters. Dus toen heeft hij tegen de Engelse bezetters gezegd, hebben jullie niet zin in een hele zwik van die volkswagentjes? Nou, daar hadden ze wel zin in, dus de Engelse bezetter bestelt 20.000 kevers. Die ze ook tenslotte geleverd hebben, waarmee die fabriek dus op gang kon komen. En in feite geleidelijk aan zijn productie uitbreidt. In 1948 wordt Heinz Nordhoff, die van Opel afkomstig was, benoemd tot directeur. En vanaf dat moment is het de ongelooflijke successtory die wij allen kennen. Niet waar, van de kever, de meest gebouwde auto ooit. Enorm verkoopsucces na de Tweede Wereldoorlog natuurlijk. Wat voor een belangrijk gedeelte te danken was aan het feit dat het kwalitatief een prima wagentje was. Echt waar. Prachtig motortje wat eindeloos mee kon. Eigenlijk was de kever al verouderd in de late jaren 50. Het was een ontwerp, dat hebben we gezien, van 34. Nou, 20 jaar, dat is lang in de autotechniek. Maar omdat het zo goed deed, werd die nog steeds wel redelijk verkocht. We zullen zo, want eerst nog een ander onderwerpje behandelen, we zullen zo zien hoe het de kever verder vergaan is. Nog eventjes ter check, in de Tweede Wereldoorlog hadden normale mensen dus geen auto. Nee, normale mensen hadden in de Tweede Wereldoorlog helemaal geen auto. Nee. Dus even goed om te beseffen. Sterker nog, ik had een oud oom, een broer van mijn opa, en die had een fantastisch mooie vooroorlogse Rover. En hij, op een of andere manier was hij wel intelligent, nog in zijn haar komen dat het ding gevorderd zou worden in de oorlog. Dus die heeft hij uit elkaar laten halen en in zijn kelder in Rotterdam opgeslagen. En de Duitsers waren nog niet vertrokken. Of hij heeft zijn Rover in mijn weer in elkaar laten zetten. En hij was een beetje de enige die door Rotterdam kon rijden in een prachtige vooroorlogse Rover. Het is heel jammer dat het merk Rover verdwenen is. Want het is een tijd geweest dat ze echt prachtige auto's bouwden. Ook een heel mooi Engels interieur en allerlei opzichten. Maar het is toch wel goed om te beseffen dat de oorlog en die ontwikkeling dus naar achter heeft geschoven. Dat de normale man in de straat de auto heeft.
Plus dat dat nog niet zo heel lang geleden is. Dus dat je gezien is van... Nee. Kijk, Engeland, de Verenigde Staten liepen natuurlijk op het punt van een massa-automobilisering. Nou ja, een kwart eeuw voor op Europa, of misschien wel 30 jaar. Omdat we natuurlijk in Europa het probleem hadden van de armoede, van de crisis, van de Tweede Wereldoorlog, het herstel. Dus wanneer begint de massa-automobilisering in Europa na 1960? Ik denk, ik schat ook even uit het hoofd dat we in Nederland in 1960 op zijn best een paar honderdduizend auto's hadden. Een auto was een uitzondering. Mijn opa had als directeur van een fabriek een auto met chauffeur. Dat was het mooiste wat ik in de wereld kende. Als ik daar logeerde, dan stond ik als ventje van 6, 7, stond ik paraat. In de hoop, in de waanzinnige, niet waar hartstochtelijke hoop, dat mijn opa en de chauffeur zouden zeggen, wil je een eindje meerijden? Want dan reden we naar de fabriek en dan werd ik weer teruggebracht. Nou, dan was mijn dag goed. Ja. Oh. Kijk, ik denk ook dat je in mijn generatie veel meer autogekken treft dan bijvoorbeeld bij jonge mensen die het vaak... Het is zo vanzelfs. Het is eigenlijk gewoon een ijskast met vier wielen. Ja. Hè? Mensen willen nu geen auto. Ze zeggen wat heel veel jonge mensen willen helemaal geen auto. Als je in een grote stad woont, heb je er ook geen zak aan. Neem zo'n anti-autostad als Amsterdam. Dan moet je in godsnaam met een auto in Amsterdam. Nee, dan hebben ze een boot allemaal. Dat is nog stommer. Maar goed, dat is nou even een ander circuit. Het bootje. Waar je al die mensen die enorm hoeveelheden geld in bootjes stoppen. Waar ze relatief weinig mee doen. Maar dat is iets voor een andere dag. Ik zal het tegen mijn zusje zeggen. De massa-automobilisering is in Europa van na 60. Behalve een heel klein beetje misschien in Engeland, maar in de hele rest van Europa van na 1960. Jonge geschiedenis dus. Dat is hele jonge geschiedenis. Ik laat maar zeggen, dat is het gewoon in mijn leven heeft zich de automobilisering nog voltrokken. En vooral ook, we zijn natuurlijk allemaal heel simpel begonnen in Nederland met de Deutsche Voder, de O4, een tweedehands Kever. Dat was zo'n beetje wat je reed. En ja, dat we tegenwoordig allemaal in van, kijk hier in de straat, niet waar nauwelijks een auto staat die nieuw, onder de 50.000 euro zit. En dat is tegenwoordig heel normaal eigenlijk. Je moet natuurlijk die euro's 2,20. Hè? Nou ja, maar als je dan kijkt naar de huidige autoprijzen, die zijn fors. Het is wel zo dat de huidige auto's veel beter zijn dan de auto's van de jaren 60. Ze zijn ook veel zwaarder, sneller, comfortabeler, stiller, de hele zante kraam. En ze zijn natuurlijk misschien wel het belangrijkste aspect. Ze hebben een veel hogere passieve veiligheid. Als je met dit Audi'tje... Je moet niet te hard rijden en het moet niet ongelukkig uitkomen. En je moet in de gordel zitten en of zo wat van die dingetjes meer. Maar dan heb je een goede kans om het ongeluk te overleven. Terwijl natuurlijk bij een Deutsche Vauxhall of bij een Renault 4 was in feite de bestuurder ook de kneusgordel. Hoe heet dat? De airbag. Ja, die was eigenlijk zijn eigen airbag. Daar kwam het op neer. De airbag is trouwens betrekkelijk oud. Het is pas relatief laat geïntroduceerd omdat de fabriek... autofabrikanten handen niet veel met autogordels, airbags, want dat trok je aandacht natuurlijk naar het bijzonder gevaarlijke karakter van de automobiel. Ja, er komen per jaar op de hele planeet 2,5 miljoen mensen om het leven in het verkeer. Het zijn natuurlijk lang niet allemaal automobilisten, maar vaak over motorrijders, fietsers, voetgangers enzovoort, maar desalniettemin. De auto is natuurlijk een megakiller, hè. De auto heeft meer mensen vermoord dan er in de oorlogen van de 20e eeuw vermoord zijn. Zeg ik nu even, terwijl ik het zeg, weet ik niet helemaal zeker of dit getalsmaat. Maar goed, het loopt in de miljoenen. Dat kun je rustig stellen. En dan hebben wij nog relatief veilig verkeer. Maar als je naar sommige Afrikaanse landen kijkt, nou ja, het is één grote moordpartij. Hè? Aan de andere kant, in Lagos staat het verkeer geloof ik permanent stil. Dus dan vallen er weer minder doden. Of in Bangkok, zo'n soort van. Heb je wel eens van die beelden gezien van... Ik heb er een keer ingesteld in Indonesië. Autoverkeer in derde wereldlanden. Dat is wel komisch eigenlijk. Je komt helemaal niet vooruit. Nee, je komt helemaal niet vooruit. Schijnt dat je daar uren doet over een paar kilometer. Waarom je dan niet iets anders verzint, begrijp ik niet. Ja. We zitten nu met Ivan Hurst. De productie komt op gang. Er moet ook nog een Nederlandse dimensie aan worden gegeven. Maar eerst... De vraag was, wat moeten we met die fabriek? Van wie is die eigenlijk? Ook een probleem. Weet je wat, dacht de bezetter, de Engelsen dus. We gaan hem verkopen.
Aan wie zouden we moeten verkopen? Nou, dan vond een Engelse fabrikant. Dus er wordt Lord Roots wordt uitgenodigd. Een van de grote van de Engelse auto-industrie. Ik bekijk die hele boel. Dan moet ik zeggen dat Hurst wel besefte dat Roots misschien in de machines geïnteresseerd zou zijn. En het wel handig een beetje verborgen heeft hoe goed die machines eigenlijk allemaal nog waren. En nou, Roots heeft het allemaal bekeken. Die zei, nou, dit is wel zo'n waardeloze troep. En de kans dat normale mensen in zo'n lawaaiig raar autootje willen gaan rijden, die acht ik 0,0. Dus ik wil er niks mee te maken hebben. Als je natuurlijk denkt dat het hele Roots concern in no time in de volgende 15 jaar op de fles gegaan is, dan is het wel komisch om te lezen dat hij dus een aanbod krijgt om de potentieel succesvolste auto van na de oorlog te kopen. En plus de productie faciliteiten, dat hij totaal niet geïnteresseerd is. Idem, Henry Ford II, de kleinzoon van Henry Ford, die ondertussen de leider was geworden van het Ford concern, die krijgt ook een rondleiding en nou goed, een van zijn medewerkers loopt daar een beetje rond, die zegt, Mr. Ford, this is all worthless stuff, useless for us. Ziet er ook helemaal niets in, 0,0. Ja, dat is wat komisch, dat, dus, dat je de kans voorbij laat. Dit is een beetje die 26 uitgeverijen die naar het schijnt de Harry Potter boeken geweigerd hebben. Die nog steeds daar, bij al die uitgeverijen is daar elke ochtend is er een speciale medewerker die staat zich de haar uit de kop te rukken over het missen van een van de grootste publiciteitsboeksuccessen van de afgelopen kwart eeuw, 30, 40 jaar, weet ik veel. Ja, dat is altijd komisch dat mensen dus unieke kansen missen. Ja, vaak toch door kortzichtigheid, door niet te begrijpen wat de mogelijkheden zijn. Nou ja, gaan ze maar door. Daar moeten we verder niet in vastlopen. Maar dus die Ivan Hurst is eigenlijk de redder geweest van het Volkswagen concern. Wat na enige tijd en in alle ingewikkelde bewegingen eigenlijk in handen komt. Of althans de meerderheidsaandeelhouder wordt het lokale land, een van de lenden. Daarmee is het probleem eigenlijk voor een belangrijk gedeelte opgelost. En moet er nog bijgezegd worden natuurlijk dat niet alleen die Kever heel succesvol is geweest. Maar het Volkswagen concern zelf is samen met Toyota de grootste autoproducent ter wereld. Dat is natuurlijk waarmee dus die arrogante Amerikanen en Engelsen wel enorm in de kijker in het licht gezet worden als wel, nou ja, zakelijk. Dat is wel de gemiste kans van de afgelopen 100 jaar. En waar zit dan die omwenteling? Daar gaan we nu zo over spreken. Okay. Eerst moet nog gezegd worden dat de eerste Volkswagens zijn ook al geëxporteerd. Ik meen in 46 al. Een stuk of twee, dacht ik. Dat is nog niet goed, als ik me niet vergis. En dat werd gedaan naar de firma Pon. Want de twee broers Pon, die Ben kennen we Pon, nog. Ben Pon en zijn broer. Ik denk dat die ondertussen dood zijn. Maar goed, maar dat Pon concern is overigens ook een enorm succes geworden. Ja. Na de Tweede Wereldoorlog. Een van de grotere Nederlandse firma's die ze met de auto bezig gaan. Importeur, hè? Ja, een importeur. En de bovendien van al die merken van VW natuurlijk. Hè. Ja, ja. Seat. Hele zante kraam. Het zijn allemaal Volkswagen. In Leusden liggen die grote parkeerplaatsen. Ja, ik ben ooit in Wolfsburg geweest. Waar ze drie verschillende. Er werd ook gewoon een Seat gebouwd. Ja. Ja, aha. Maar je ziet ook bij die auto's. Bijvoorbeeld bij Skoda. Als je bepaalde type Skoda ziet. Dan denk je, god, dit is echt de simpelere variant van de Audi A3. Dat is het ook, ja. Ja, dat zie je, en dat zie je bij, ja, Mercedes. En dan precies. En dat betekent dat je als je een verstandige autokoper bent, koop je altijd de eenvoudigste uitvoering van het type waar je interesse in hebt. Dure uitvoeringen zijn altijd, daar wordt het meest aan verdiend. Er wordt veel meer verdiend aan dure auto's dan aan goedkope auto's. In goedkope auto's is een moordende concurrentie. En in dure auto's, dat zijn statusauto's. Dus daarvoor gaat jou voor de wind met je firma. Je denkt tenslotte, ik wil een Ferrari. Hè? Nou, wat kost zo'n ding in Nederland? Weet ik veel, 2,5 ton of zo. Maar of dat ding 210.000 kost of 250.000, kan jou helemaal niks schelen. Porsche is heel lang de relatief meest rendabele autofabriek ter wereld geweest. Omdat je kunt vragen wat je wil voor een Porsche. Hè? Het maakt helemaal niet uit. Iedereen wil een Porsche hebben. Het is een zie je wel waarin ik rij. Hè? Het is een beetje, weet je wel wie ik ben. Zo, dat is toch dus een beetje. Dus vraag en aanbod geldt eigenlijk niet. Zijn overigens verder prima auto's, daar niks slechts van gezegd. Maar je kunt de marges zijn groot.
Maar dat ligt toch wel ergens een grens? Ik begreep dat het Fiat-concern eigenlijk, dat de Ferrari-fabriek, nota bene, iets van een kwart van de winst van die firma Fiat genereert. Waarbij zelfs ook, er schijnt een Ferrari theme park te zijn. Kun je ook niet iets bij voorstellen. Maar goed, dat is er ergens in een van de golfstaten. Daar werd ook dik aan verdiend, begreep je. Ja, ja. Maar dit is toch vaak bij iemand die een Porsche heeft gehad. Die heeft hij een tijdje en dan doet hij hem weer weg. Zegt hij, nou heb ik hem gehad. Nu is de lol er wel vanaf. Nee, dat kun je ook wel voorstellen natuurlijk. Omdat ze zeker tot voor kort ontzettend lawaaiige auto's waren. Omdat ze natuurlijk, tot voor kort, dat is een beetje overdreven. Maar ik geloof dat ze nu al meer dan 20 jaar waterkoeling hebben. Of zelfs nog langer. Kijk, nu heb je in Porsches, als ik het allemaal goed begrepen heb, die hebben ook een soort van audiosysteem. Je kunt met een Porsche eigenlijk relatief stil rijden, maar ja, je koopt zijn auto wel een beetje om brom brom de blits te maken. Oh, moet je hem eens zien. En dan kun je een knop drukken en dan maakt die automatisch een fijn sportief geluidje. Dus eigenlijk is het allemaal nep. Ja, de echte kenner wil dat nu niet. Nogmaals, ik heb altijd begrepen, Porsches zijn belachelijk duur. Maar als je ze goed onderhoudt, gaan ze eeuwig mee. Dat geldt natuurlijk voor heel veel auto's. Hè. Als je ze goed onderhoudt, dus anders dan jij, dan gaan ze heel lang mee. Ben Pon, de gebroeders Pon. Want Ben Pon die was daar op bezoek in Wolfsburg. We gaan het nu voortaan Wolfsburg noemen. En zei, weet je wat zo handig zou zijn als jullie nou een bestelautootje zouden bouwen op de bodemplaat van die kever. Want dat kan best. En zodra jullie capaciteit hebben, moet je dat proberen. En dat is ook gebeurd. Overigens bleek die bodemplaat, net als bij de kubelwagen, ook niet sterk genoeg te zijn voor een. Dus die moest enigszins versterkt worden. Nou ja, dat is de Volkswagenbus geworden die in. Maar waar er ook miljoenen en miljoenen gebouwd zijn, zoals je weet. Dus dat, die Ben Pon, die heeft dus een uiterst waardevol idee geleverd. En in het archief, volgens mij, tenminste, ik heb het bekeken in. Het Rijksmuseum ligt het aantekenboekje van Ben Pon, waarin die eigenlijk doodsimpel, wat is een Volkswagenbus, althans de eerste serie, die T2's, dat is gewoon een blikken doos op wielen natuurlijk. Ik heb ooit een vakantiebaantje gehad waarbij ik babyspulletjes bezorgde met een Volkswagenbus, maar ze zijn wel erg windgevoelig, hè. Dus als je achter je passeerde een vrachtauto en dan als je weer vol in de wind kwam, dan moest je dat stuur flink draaien om niet gewoon de weg af te waaien. Dat was dat is natuurlijk met alle auto's met de motor achterin, die zijn bijzonder windgevoelig in meestal. Het gaat de fabriek gigantisch voor de wind. In 1967 wordt geloof ik de 10 miljoenste kever wordt geproduceerd. Dus dan kun je een beetje voorstellen dat ze ook een bijdrage hebben geleverd aan die massa-automobilisering. Maar de vraag begint af te nemen. Het is iedereen wel duidelijk, het is een leuke auto, maar hij is volledig verouderd. De techniek is bezig om een hele andere oplossing, een hele andere weg te kiezen. In feite, en dan zie je ook dat in Duitsland bijvoorbeeld de kever nog heel behoorlijk verkocht wordt. Maar zoiets als de Kadett A, ik geloof dat het de A is, daar worden er ook 3 miljoen van verkocht. Hè. En dat was in allerlei opzichten een ruimere auto, een modernere auto, die even goed in elkaar gezet was. Opel had ook een prima reputatie in die jaren. Heel lang in Nederland de meest verkochte auto geweest trouwens. Dus ja, wat moest het Volkswagen-concern als de kever verouderd was? Net als alle andere bouwers van die auto's waar we het over gehad hebben, de T-Ford van Ford, we zullen het later ook bij de Deutsche Phon zien, is het ding veel te lang in productie gehouden. De firma had veel eerder, ik denk eigenlijk al halverwege de jaren 50 moeten zeggen, maar we moeten een andere kant op. Dat hebben ze niet gedaan. Het werd nog goed verkocht. Er werd waarschijnlijk ook nog wel redelijk aan verdiend. En toen zijn ze tenslotte in de jaren 60 zijn ze alternatieven gaan bouwen voor de Volkswagen. Voor de kever dus. En toen dachten ze, mensen zijn ze waarschijnlijk zo gehecht aan die luchtkoeling en dat geluid. En dat er dingetje achterin zit, een motortje. Dat gaan wij ook doen. Dus dan kreeg je de Volkswagen 1500. En toch een vrij ongelukkig ding. Ja, gewoon een ponton model auto met een 1500 cc motor achterin.
En tenslotte had je ook nog een reusachtige stationwagen, idem dito, hetzelfde recept. Dat is nooit een groot succes geworden. Zo ernstig was dit allemaal dat Nordhoff tenslotte vertrekt. Het gaat dan heel slecht met het Volkswagen-concern. Ik denk, eind jaren 60 was Fiat een grotere producent dan het Volkswagen-concern. Het was ook echt nog geen concern, zou je kunnen zeggen. En ja, je kunt niet anders zeggen, ze zijn gered door de golf. Want in 1974 komt de golf. Ja, het is een beetje, dit is een zogenaamde cliffhanger. Wat nu? Nog even één reactie. Mensen kunnen ook namelijk in het appje waar ze luisteren reacties achterlaten. Interesseert je dat iets of zeg je nou, dat vind ik niet zo interessant? Nou, als het positief is, vind ik het wel horen. Even kijken. Eén iemand zegt iets minder gevloek. Maar er zijn ook weer mensen die vinden het gevloek geweldig. Vloek ik zoveel dan? Volgens mij niet. Maar als je daar op let, dan gaat het je natuurlijk opvallen. Even kijken. Wat had ik nou nog? Oh ja. Vrij humoristische kijk op de huidige tijd en de historie. Overigens ben ik onder andere als zij-instromer in het mbo onderwijs aan de slag gegaan. Fijn dat Maarten mij bij deze carrière switch helpt door middel van deze podcast. Chapeau, zegt iemand. En er was ook iemand, even kijken, die doet een hbo-opleiding, maar die zegt door de podcast te luisteren leer ik eigenlijk meer. Ja, dat is deze. Ga nu richting het einde van mijn hbo-opleiding, maar leer hier minstens evenveel van. Mag meer, mag iedere dag, mag 2 uur per keer, meer, Maarten, zegt iemand. Dus, 2 uur per dag? Misschien dat hij er dan toch genoeg van zou krijgen, geleidelijk aan. Dat weet ik, maar ik hoor het graag. Nou, schrijf het via de recensies van Apple Podcast. Daar kun je het achterlaten. Ook als je wil reageren op onze auto-afleveringen, als je nog vragen hebt. Ja, ik ga dus naar Duitsland. Moet om 8 uur moet ik mij melden. 'S Ochtends. Bij de bus. Ja, dan word ik, als ik er nu over praat, word ik er al... Dat zou ik gewoon niet naar bed gaan. Depressief. Maar goed, dat zal dus moeten. Dat is hartstikke goed. En ga je dan ook weer het buscollege doen? Ja, dit zijn allemaal buscolleges, zeker. Oh, dan moet iemand dit weer even filmen. Want dan, maar het was wel fijn als dat even gevraagd wordt en zo. Ja. Nee, de bus is een enorm handige, net zo goed als deze auto, enorm handig is als opnameruimte. Ja. Zoals we hebben ontdekt, is dat in de bus ook zo. Want we hadden lang geleden, alweer jaren geleden, deden we die lezingen dan in een hotel. Maar als je een lezing in een hotel doet, dan vragen ze geld voor het zaaltje. En dat zijn forse bedragen. Tot we op het lumineuze idee komen, als je toch die busritten hebt van het ene historische object naar het andere, dan blijken vrijwel al die bussen bleken prima geluidsinstallaties te hebben. Dus je kunt dat gewoon in die bus doen. En vaak ben je een uur onderweg, dus dan kun je... Dus dan doe ik een lezingje en dan doet Willem een lezingje. En dat werkt geweldig. Super. Goed dat het weer kan. Dus ik heb 3 lezingen op stapel staan. Je weet, ik kan ze zo lang mogelijk maken en zo kort maar net wat je wil. Super. Vergeet je QR-ding niet met de corona-ding? Ja, dat heb ik niet. Ik heb een pasje. Ik heb een geel boekje. Dus het gele boekje moet in mijn geval, als ik geweigerd word aan de grens... Ik zou het toch even op je telefoon zetten. Of iemand daarop, je kleinkinderen zetten. Toch laat ze het even op de telefoon zetten. Ja, denk je dat? Ja, denk wel. Ik denk dat het gele boekje in Duitsland misschien wel, dat je ermee wegkomt. Ik heb net gelezen dat het gele boekje in Duitsland erkend wordt als dan heb je een vaccinatiebewijs. Dat denk ik ook wel. Maar dan heb je hem ook op je telefoon. Het is heel simpel hoor. Het is de grootste QR-code die ik ooit gezien heb. Ja. Ik wist niet dat ze zo groot konden zijn. Bij Kelder had hem op het scherm. Ja, dat zag ik. Nee, maar het is heel simpel. Dus je moet 1 ding invullen en heb je hem al. Laat het even iemand voor je doen. Je moet zeker je DigiD-nummer invullen. Ja, je moet het wel even met DigiD koppelen, ja. Klopt, want dat heb je niet, hè? Nee. Ik heb ook 10.000 brieven met hoe je het rode streepje onder Word wegkrijgt. Maar die ga ik niet doorsturen allemaal. Ja, dat heb je doorgestuurd. Maar eentje heb ik doorgestuurd. Maar het is zo ingewikkeld dat ik meteen dacht... Daar kun je nu aan zien wat een klote programma. Oh, sorry, dit is natuurlijk voor... Ja, er waren dus ook software mensen die zeiden... Van Rossum, lees eens wat. Verdiep je eens in hoe het programma gemaakt wordt. Ja. Nee, dat gaat Van Rossum niet doen. Van Rossum heeft ooit kennis gemaakt bij de eerste aanschaf van zijn Macintosh computer met het fantastische programma Right Now. Het is een piepklein programma. Het doet precies wat het moet doen. Want dat kan ik nou ook aan die geweldige computerdeskundige nog eens even vertellen. Als je dus alle mogelijkheden van Word gebruikt met hoe heet het, schuin zetten, leuke hoofdletters, tierenlantijntjes, dubbele kolommen, en je stuurt het op, dan krijg je van elke uitgever onmiddellijk, wilt u alstublieft platte tekst insturen. Dus dan kun je alles weer weghalen. Ja.
Ik wil graag een programma, lieve computerdeskundigen, waar ik niet over hoef te lezen. Als ik ga fietsen, hoef ik toch ook geen artikel over de fiets te lezen. Ja. Wat een onzin is dat. Oké. Dit zijn die mensen die vinden als je auto rijdt dat je ook in staat moet zijn om de kleppen te stellen. Ja. Nee, dat hoeft niet. Gelukkig niet. Altijd geestig, hè. Laat een recensie achter over deze podcast in je podcast-app. Dankjewel.